nu live van het Zwolle, de exclusieve reportage Zwolle als Hansestad. Ik en mijn collega Sophie nemen u mee op een reis door het heden en het verleden van Zwolle. We gaan nu naar de plek waar het allemaal begon. Kom mee! Dit is het Rode Torenplein. What you gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk. I'ma get you drunk. Zwolle is geen echte ijzerstad. Het ligt wel aan het Zwarte Water en een riviertje daarvan, de A. En die Zwarte Water lag aan de Vecht. Dit is ook een heel belangrijke handelsrivier. Op het Rode Torenplein speelden alle belangrijke handelsactiviteiten zich af. Oh, er komt net een schip aan! Het Rode Torenplein was vernoemd naar de Rode Toren. Dit was een poort waardoor de A de stad verliet. Het werd zo genoemd omdat de Rode Toren was gebouwd van allemaal rode stenen. Maar vroeger werd dit plein niet het Rode Torenplein genoemd. Het werd het Stadswerk genoemd. Omdat hier allemaal handelsactiviteiten van schepen waren, werden de schepen gelost en geladen en werd er ook veel handel gedreven. Zoals je ziet wordt er nog steeds veel ambacht verricht op het Rode Torenplein. Als je geen eerlijke handel dreef, kwam je hier terecht. I see your dirty face. Aan de Doorbekkengracht staat de Wijndragerstoren. Dit was een van de torens van de stadsmuur en had wel muren van 1 meter dik. Naast zijn functie als militair poort werd het ook verhuurd aan stedelijke wijndragers, vandaar de naam. De Doorbekkengracht was een belangrijke haven in Zwolle. De gebouwen dienden als pakhuis en het was een drukke buurt. In die tijd heette de Torenbekkengracht ook nog niet zo. Het heette de Dijk. Hier sta ik op een van de overgebleven stukken van de stadsmuur. In de tijd van de Hanzen ging hij om de hele binnenstad heen. De stadsmuur diende als bescherming tegen belegeringen en kanonsvuur. Oh kijk, daar is nog een verdwaalde kogel! Op een van de meest rumoerigste plekken van Zwolle. De Sassepoort was een van de 23 poorten die rond de stadsmuur liepen. Alleen deze is niet gesloopt. Je hebt dan nog de Kampenpoort, de Luttekepoort en de Diezenpoort. Maar als je aan Zwolle denkt, dan denk je aan de Sassepoort. Ja. Dit is de Mezenkamp. Maar helemaal rond. Tussen de twee torens in. De Sassepoort diende om mensen binnen of buiten te sluiten. Indringers werden met pek overgegooid. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. In Zwolle!